Die dood van meer as 140 psychiatrische patiënten in Gauteng is een van die grootste tragedies nog in die democratische Suid-Afrika. Steven Tau was vandaag bij die onderzoek naar wat precies gebeurd het. Die onafhankelijke tribunaal wat die Life SD Many tragedie onderzoek is steeds aan die gang hier in Johannesburg. Maar die hartseer familie sê, hulle sal slechts antwoorde kry indien die voormalige LIR vir gezondheid, Tedani Mahlangu, kom getuig. Mahlangu is Engeland toe om te gaan studeren kort nadat sy weens die skandaal bedank het. Die sakkeskool waar sy ingeskryf het, het intussen aangekondig dat sy geskors is. Mahlangu se opdrag om psychiatrische patiënten vanaf SD Many naar andere zorgcentrums oor te plas, het tot die dood van minstens 140 mensen gelei. Een van die oorledenes is Busisiwe Shabalala, wat naar een centrum in Kalinin gestuur is. Haar sister Anam Tembo het vandaag getuig hoe een maatschappelijke werker, wat sy slechts als Daphne geïdentificeerd het, haar nie kon help om Shabalala op te spoor nie. Ama family swetu, tina beswathanda. Bona bebanga wathandi ene uDaphne azange akhona ukubehavior as a social worker ngoba ngabe wayelulandelela umsebenzi wakhe nesimo akuso ngabe wama nami kwakufanele ame nami ngize ngimthathe udadewethu siphume naye sambe naye. Die tribunaal word gelei deur die afgetrede adjunk hoofregter die gang Moseneke. Hy het maatskaplike werkers soos Daphne skerp gekritiseer. In every single case there was no senior, knowledgeable health caregiver who'd be available in writing or by word of mouth at least to say, this is how your loved one died. Moseneke het vroeger gesê die werk van die tribunaal sal nie afgesluit word voordat Mahlangu self getuig nie.